Hallo. Ik ga linnen schilderdoek prepareren en daarvoor ga ik mijn eigen prepareermiddel maken en mijn gesso. Maar om het doek eerst te prepareren gebruik ik een natuurlijk lijmmiddel. In dit geval de konijnenlijm. Heb ik in deze pot zitten. En ik heb hier een weegschaaltje, een ouderwets weegschaaltje, maar je kunt dat uiteraard natuurlijk ook gewoon doen. Met de nieuwe weegschaaltjes die er zijn. Voor het maken van de lijm heb je 70 gram beenderlijm nodig op 1 liter water. Dat laat je één nacht staan en dan kun je het vervolgens de andere dag koken of niet koken. Je mag het niet koken. Je mag het maximaal 60 graden verwarmen. En dan kun je het roeren totdat dat lijm is. En daarmee kun je je doek in gaan smeren. Ik heb 70 gram afgewogen. Dat is eigenlijk zo weinig. Een half blikje conserve. En om even te laten zien hoeveel het ongeveer is, want mocht je geen weegschaal bij de hand hebben. Dan in een klein koffiekopje kan ik nog één kootje erin doen van mijn vinger. Tot zover zit het kopje vol. Dan heb je ongeveer 70 gram. Dus samen met 1 liter water laat ik het één nacht staan. Ik heb hiervoor een speciale antieke lijmpot. Ik heb een antieke lijmpot, waar ik heel trots op ben. Het heeft een binnenpot waar je water in doet. Om dat warm, om au bain-marie te verwarmen. Of een buitenpot moet ik zeggen, want dit is de binnenpot. Nou, dan gooi je hier je beenderlijm in. Of je, ja. En de rest water. En als je het dan een nacht hebt laten staan, dan kun je het verwarmen op 60 graden. Nou, zo ziet het eruit. Het heeft nu een dag geweekt en het staat nu op 60 graden. Het mag niet warmer dan 60 graden. En dan roei je het totdat het een mooie massa wordt. Ik heb hier champagnekrijt en die ga ik toevoegen aan de lijm. Om mijn gesso te kunnen conserveren, voeg ik een paar druppels kruidnagelolie bij. Dan blijft het langer houdbaar. Zo heb ik een mooie homogene massa gekregen. En deze ga ik warm opbrengen op het schilderij in een aantal laagjes. En in de tussenlaagjes ga ik ze schuren.
Maar nu is het doek helemaal geprepareerd met één laagje lijmkrijtgrond, half olie. En zo kan ik er nog 2, 3, 4, 5 of 6 laagjes overheen doen. Al naar gelang de fijnheid. En elk laagje ga ik, als het droog is, weer even opschuren.